veel inzet en vrijwilligers met gouden handjes. Samen zorgen ze ervoor dat het speciale vakantieschip voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking steeds verder afgebouwd wordt. Ooit was het een versleten rijnaak. Inmiddels is al goed te zien hoe het bijzondere schip van de stichting Schipper Mag Ik Ook Eens Varen uit Zwolle eruit komt te zien. En vanmiddag was er weer een mijlpaal voor de stichting. 3 gigantische tanks voor schoon en afvalwater, aangeboden door kunststoffenbedrijf Beutech uit Steenwijk. De stichting is er dolblij mee. Nou, dat betekent heel wat. Natuurlijk dat we weer verder kunnen. We moeten die tanks hebben om het schone en vuile water kwijt te kunnen. En op dat moment dat we die nog niet hebben, ja, kunnen we eigenlijk niet verder met het hele project. Maar dat we ze gekregen hebben is natuurlijk een gigantische mooie opsteek voor ons. Maatschappelijk verantwoord en dat spreekt ons enorm aan. Wat hebben jullie mensen hier aan gedaan? We hebben het materiaal en de tanks gebouwd in vrije tijd en het plaatmateriaal voor een gereduceerd bedrag geschonken, zeg maar. De bedoeling en de planning is medio 2016 onze eerste tocht gaan varen, onze eerste proefvaart. En dat hangt van veel dingen af, vrijwilligers, handjes, materiaal en ook geld. Maar zoals het nu staat en in dit tempo als we doorgaan, dan denk ik dat we 2016 gaan halen.